Laat jullie mening achter. Je moet dit doen. Je moet dat doen. Hey dames en heren, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik heb een veel te kleine, zoals je wellicht kan zien, vest aan. Dat komt omdat hij van Quinn is. Ik had het zo net heel erg koud tijdens het editen van de video, dat ik gewoon maar even iets had gepakt wat heel erg dicht in de buurt lag. Want zoals jullie weten, Dee woont nu op zolder, of nou ja, die woont in het hele huis, maar die slaapt nu op zolder en ik had geen zin om naar de zolder te lopen. Vast herkenbaar hebben jullie ook wel eens iets wat best dichtbij is en toch ben je er te lui voor. Ja. Ik heb zojuist heerlijk geslapen vannacht en eventjes gegeten en tandjes gepoetst. En ik zit op de laptop en Dee die is naar school gegaan. Die heeft namelijk een tentamen, dus ik wens haar heel erg veel succes. Ik hoop dat het allemaal goed gaat. Vast wel, want ze had vanochtend om 6 uur al de wekker gezet om nog even alles door te nemen. Dus echt respect daarvoor. Had ik niet na kunnen doen. En nu ga ik eventjes bellen naar de winkel waar ik die tv-beugel heb gekocht en de tv. Want als jullie de vlog van gisteren hebben gezien, dan weten jullie allemaal dat de tv-beugel niet bij de tv past. En dat was echt super en dan ook super lullig. Dus ik ga eventjes bellen en vragen wat er nou precies aan de hand was en waarom ik die tv-beugel bij die tv heb gekregen. En wat we daaraan gaan doen. De muziek die ze afspelen tijdens het wachten, die moet ze echt gaan verbeteren. En ik bedoel niet echt qua stijl. Ja, eigenlijk ook qua stijl. Want je hoort soms boerenmuziek dat ik echt denk van, nou, dat iemand dit leuk vindt, oké, heel vreemd. Is natuurlijk ook, er zijn nog 2 wachtende voor me, zo net 3. Yeah! En jeetje man, dat... Nee, ik hoef niet naar jullie website. Nee, dankjewel. Daar ben ik al geweest en daar heb ik jullie nummer gevonden. Maar... Jeetje, wat praat ze veel? Dat hoef ik helemaal niet te weten. Ze heeft in ieder geval nog wel een redelijk normale stem. Je hebt soms echt nummers en dan van die ja, standaard praatjes. En dan heb je echt de stem. En dan denk je, oké. Het is natuurlijk zo met die wachtmuziek dat je ook geld moet betalen om hele vette muziek af te laten spelen. Dus ze pakken soms echt van die hele goedkope bundels of zelfs gratis bundels. En ja, dat is gewoon hele lelijke muziek meestal. Dus ik begrijp het wel. Soms dan heb ik ook het gevoel dat ze gewoon die telefoon naast de radio neerleggen. Want soms is die kwaliteit echt zo slecht dat ik gewoon denk van, nee, je kan beter gewoon geen muziek af laten spelen. Want het heeft helemaal geen nut, want het is echt veel te slecht. Er zijn nog steeds 2 wachtende voor mij. En soms, wist je dat, soms, ik heb ook een leuk verhaaltje. Oh, ik barst in 1 keer van de verhalen. Ik moet toch nog heel erg lang wachten. Soms zeggen bedrijven gewoon dat ze in gesprek zijn. Maar het gesprek per minuut kost geld. Dus wat doen hun dan? Dan doen ze gewoon alsof ze heel erg druk zijn. En dan moet jij per minuut geld betalen. En dat, ja, incasseren hun natuurlijk. Zodat hun op een hele makkelijke manier geld verdienen. En jij het maar moet betalen. En dan na 5 minuten denk je van, nou, laten we nu maar eens opnemen. En dan, hallo, goedemiddag. En dan... Zo werkt dat, serieus. Weet je wat ook wel is gebeurd? Je hebt schoonmaaksters en schoonmaaksters gaan dan naar bedrijven toe. En weet je wat die doen? Oh, dat is zo super slim. Dan gaan die schoonmaaksters gaan gewoon schoonmaken, hun werk gewoon doen. En dan hebben mensen op dat bedrijf een zakentelefoon. En wat doet zo'n schoonmaakster dan? Die, niet alle hè, er zijn echt maar heel weinig die dit hebben gedaan. Echt maar heel weinig. Niks tegen schoonmaaksters. Dus die had een bedrijfstelefoon gepakt, die haalt hem ervan af en dan gaan ze een nummer bellen. En dat is een betaald nummer die ze gaan bellen, maar dat betaalde nummer is van hun eigen bedrijf. Dus dan gaan ze schoonmaken in de avond en dan gaan ze gewoon weg. En dan de volgende ochtend dan komen die mensen van dat bedrijf op hun werk en die denken van, hé, dat is raar, de telefoon naast, ach ja, ik leg hem er wel weer erop. En dan de hele nacht heeft die telefoon gebeld naar dat nummer en dat is dan bijvoorbeeld 70 cent per minuut. En dan de hele nacht door, nou, dan heb je toch een mooi bedrag geregeld voor je eigen bedrijf met dat nummer bellen. En ja, op een gegeven moment, na een week of zo, zien ze in één keer een dik fors bedrag, of na een maand. En dan gaan ze wel even twijfelen van, hé, wat is hier gebeurd? En dan uiteindelijk dan, of wordt de schoonmaakster opgepakt, of die schoonmaakster heeft het door en die is er gewoon vandoor gegaan. En holy shit, Dee die komt thuis. Hoe ging het, Dee? Het was echt super veel schrijven. Ja? Ik heb helemaal pijn aan mijn hand. Oh, je hebt ook hard gefietst, geloof ik. Ja. Ik had 1,5 uur en ik moest 12 vragen maken en het was echt superveel. Dus ik heb 6 kantjes volgeschreven in 1,5 uur. Dat is best een prestatie. Zo. En ik moet super nodig passen. Nou, welkom thuis. Gelukkig heeft ze het goed gemaakt. Ik sta nog steeds in de wachtrij. Maar ja, ik hou jullie wel op de hoogte. Oh mensen, wat een heerlijk weertje is het buiten. 15 minuten in de wacht. Dit is 1 wachtende voor me.
En ik moet er vandoor. Ik heb namelijk een afspraak in Hilversum. Dus ik stap gewoon in de auto. En ja, dan ga ik even hands-free bellen. En dan hopelijk word ik straks alsnog geholpen. En zoals ik net ook al zei, ik blijf jullie gewoon op de hoogte houden. Dus Enzo gaat naar Hilversum toe. Kijk, dat is een makkelijke manier om niet geflitst te worden. Gewoon een papiertje voor je kenteken plakken. En dan gewoon het kenteken overschrijven. En als je dan geflitst wordt, is er niks aan de hand. Hij zal vast wel een goede reden hebben hoor. Maar het is wel geniaal. Oh! Weten jullie nog dat ik een tijdje geleden in de auto zat samen met D, die er nu niet zit. En toen hadden we het over een nummer van Skrillex en Diplo. En dat nummer was enorm gaaf. En toen zei D van, oh, dat klonk wel als Justin Bieber. Dus ik zei tegen D van, oh my god, dat is echt een belediging. Want het is een vrouwenstem, maar het is echt Justin Bieber. Dus ik heb een klein foutje gemaakt. Maar daar bedoel ik verder niks mee. Want holy shit, dat nummer is zo ontzettend kicken. En dat hoorde je net al heel even. En ik zal straks nog wel even nogmaals een keer de drop laten horen aan jullie. Want hoe het is geproduceerd en is afgemixt door Skrillex en Diplo is echt briljant. Hun zijn sowieso twee bazen bij elkaar. En Justin Bieber heeft soms ook wel hele gave nummers. En ja, dat vind ik oprecht zo. Dus ja, het is een samenwerking die echt insane is. En je ziet het, je krijgt dan een super vet nummer. Niet iedereen zal het waarschijnlijk mooi vinden. Maar ja, dat is altijd zo. Ik bedoel, als er een ijsje komt en dat ijsje is met vanillesmaak. Ja, niet iedereen houdt van vanille. Ik bedoel, als je een hond hebt en dat is een Jaguar, niet iedereen... Je begrijpt wat ik bedoel. Holy shit! Oh my god, mijn oren! Wow! Hoezo kom ik dit altijd zo vaak tegen? Het is echt ongelooflijk hoe vaak ik politieauto's met sirenes, ambulances, nu brandweer. Het lijkt wel alsof ik altijd ergens heen rijd waar ik dit gewoon zo vaak tegenkom. Dat is echt niet normaal. Ik hoop dat alles goed gaat met de brandweer. En trouwens, respect naar alle brandweermannen. Holy shit, ik heb eens een keer een documentaire gezien van brandweermannen. Wow, fucking heftig. Dat is echt heftig. En soms krijg je ook van die verhalen te zien dat een brandweerman een huis binnenging wat zwaar in de fik stond. En alle mensen die waren eruit gehaald, dus iedereen was gered. Dat dachten ze althans, want er was nog een kat binnen. En die fucking baas, ik krijg gewoon kippenvel, die ging gewoon naar binnen en die waagde gewoon zijn leven voor een kat. En ik moet het proberen mijn ogen droog te houden. Maar nee, het was echt respect. Het was echt heel erg mooi. En gewoon de manier waarop hij dan uit dat huis liep, die gewoon in brand stond, met zo'n katje in zijn armen. En dat het katje dan zo'n mondkap opkreeg en dat hij het nog had gered ook. Ja, dat is prachtig. Dat is natuurlijk gewoon geweldig. Zo, daar ben ik voor mijn afspraak. En het was even heel erg spannend. Ik kwam hier binnen. En mevrouw vertelde via een paal, via de intercom. Ja, rij maar rechtdoor en dan naar rechts. Daar is nog een parkeerplaats vrij. Maar ik moest langs een dikke BMW en langs een caravan. Dus het was even tricky. Maar mijn auto is gelukkig niet heel erg groot. Ik heb redelijk wat rijervaring. Dus dat heb ik gewoon goed gedaan. Als ik nou een Range Rover had of zo, dan was het me denk ik niet gelukt. Dan had ik het denk ik ook niet gedurfd. Omdat het, ja, zo'n Range Rover is natuurlijk echt superveel waard. Maar oké, ik ben er en misschien wie weet een nieuwe leuke samenwerking. Maar dat gaan we zien. Het gesprek heb ik achter de rug. En het gesprek is heel erg goed gegaan. Het was heel erg gezellig. En ik loop nu hier met twee Divi Movers. Dat is één. Oh, kut, Ruben, wat nou? Hoi, Bart. Ik noemde je net Bas. En samen met Ruben dus. En we moeten hier naar links. Want wij zoeken even een plekje om heerlijk even wat te gaan eten. Holy shit. Dan hoor je dat geblaf en dan denk je echt van, oh, even kijken of ik bang moet worden, maar dan zie je echt een hond. Dat als je er een schop tegen aangeeft dat hij ophoudt. Dus nee, daar word ik niet bang van. Ik ga nooit een hond schoppen trouwens. Maar wij zoeken even een plekje waar we heerlijk even op een terrasje kunnen zitten en wat lekkers kunnen gaan eten. Zoals je ziet, het zonnetje. Prachtig. Beter dan dit kan je niet hebben. We hebben net alle drie een heerlijke lunch gehad. Dus daar genieten we volledig van. Ik ga er weer vandoor. Want zoals jullie weten, ik heb een heel druk leven.
Hun blijven nog heel even zitten in de zon. Wat zei je? Dat zegt hij van op het terras. Ja. Heerlijk aan het chillen hier, maar ik heb een heel druk leven. Ik ga vandaag nog wat leuke dingen doen, dus ik hou jullie op de hoogte. Maar voor nu zeg ik vaarwel zonnetje en ik ga weer naar de auto toe. Dit is altijd super vervelend. Het is gewoon echt vervelend om gewoon te betalen om heel eventjes een half uur te parkeren. Het is pijnlijk. Ik hoop echt dat er ooit een dag komt dat ze net zo in, zoals in Berlijn, gewoon doen dat het parkeren gratis is. Maar ja, dat ja, mee eens toch? Ze maken het alleen maar duurder. En dat is echt heel vreemd. Dus mensen zijn het ermee eens. Dus wie weet, ooit kijkt een belangrijk persoon deze video en die denkt van Enzo, jij hebt gelijk. Daar ga ik werk van maken. Ik ga ervoor zorgen dat je in de stad gratis kan parkeren. Het is zo dat sommige winkelcentrums het al hebben. En het is ook zo dat sommige supermarkten het al hebben. Dat je gewoon gratis kan parkeren. En dat is zo super relaxed. En ik zou ook heel eerlijk zijn, als ik boodschappen doe... Het blijft grappig dat sommige mensen echt omkijken van tegen wie lult hij nou. Maar het is zo, holy shit, nu moet ik niet van mijn apropos afraken, dat als ik naar een supermarkt ga en ik moet betalen voor het parkeren, dan parkeer ik daar sowieso niet. Dan ga ik wel even 200 meter lopen, want het is gewoon zonde. Je hebt wel bij sommige supermarkten dat als je daar boodschappen doet boven de 2500 euro. Hoeveel boodschappen wil je dan halen? Boven de 25 euro dat je gratis mag parkeren. Maar soms ga ik naar de winkel en dan doe ik voor 10 euro boodschappen en dan mag ik niet gratis parkeren. Waarom dan per se boven de 25 euro? Omdat je dan ervoor gaat zorgen dat mensen boven 25 euro boodschap gaan halen, zodat je meer winst kan maken. Oh, het is allemaal zo lastig. Maar ja, ik heb 2 euro betaald voor een half uurtje parkeren. Dus alsjeblieft. Hebben jullie ook betaald? 2 euro. Ook 2 euro. En hoe lang stonden jullie er? Een half uurtje. Een half uur en drie kwartier. Een half uur, drie kwartier. Het slaat nergens op. Zijn jullie het ermee eens? Laat jullie mening achter. Ik moet dit doen. Je moet dat doen. Dat is helemaal duidelijk, zo kan het ook. Ik denk ik vertel het nog op een nette manier. En dan staat er in één keer, mevrouw, je moet dit doen. Oké, okay. Ja, de boodschap is duidelijk, toch? Ik ben hier bij Milan, nu een... Jij komt hier. Jij komt hier. Ik ben hier nu een kwartier. En ik zit nog maar 5 minuten... Oh shit. Oh mijn god. Je telefoon. Dat was mijn nieuwe telefoon. Holy fuck, is dat de eerste keer dat je hem liet vallen? Ja, dat is de eerste keer. Oh, dat is pijnlijk. Hij is nog heel. Yes, gelukkig. Nee, ik bedoel, waarom ging hij niet kapot? Het zou goed zijn voor de views. Ach man, fuck jou. Grapje, gun ik natuurlijk niemand. Wat gebeurde er? Ik zit hier 5 minuten, hoe kan dat? Nou, ik kwam hier en in één keer moest ik zo nodig naar de wc dat ik daar 10 minuten heb doorgebracht. Milan maakt even een foto. Nee, oh, Snapchat. Oh mijn god, dit is een filmpje! Ik ben aan het vloggen! Oh mijn god, en Milan's een Snapchat. Nee. Ja, het is super lachen, want Milan die is net begonnen met Snapchat. En, nou, net begonnen 2 weken ongeveer. Ik zal Milan's Snapchat wel even in de beschrijving zetten. Oh, dankjewel. En het is wel geinig, want Milan die kent denk ik net zoveel, of net zo weinig zeg maar, schaamte als ik. Dus je ziet altijd Milan's pleuriskop als hij net wakker is. Goedemorgen. Ja, ik zie Snapchat als vloggen, wat jij doet. Ja! Maar ik doe, en dan heb ik een vlog van een minuut. Nou, een vlog van een minuut kun je niet op internet zetten, op YouTube. Nee. Maar op Snapchat wel. Ja, een vlog van een minuut, dat kan niet. Ik bedoel, als ik een keer een vlog heb van 9 minuten, dan is dat... Enzo, what the fuck, de man, hij zegt fucking 20 minuten en nu, dit kan je niet maken. En dan denk ik van, joh, ik maak heel vaak dingen mee, maar soms is er een dag en dan maak ik niet zoveel mee. En dan is een vlog 9 minuten, ja, dat is gewoon zo. Ja. Maar... Milan, ik ben hier, omdat jij zei, jij komt hier. Je komt hier? En toen zei ik, oké, ik kom hier. Vlog tegen mij. Ik heb jou al het glas gegeven wat ik heb afgewassen. Want die had ik meegekregen van Jill. En die had ooit koffie voor me gezet, nam ik mee. En dat glas wilde ze per se terug hebben. Maar ik zag iets in de winkel. En ik dacht, holy shit, dat moet ik gewoon meenemen. Want je verkoopt het ook nog steeds. Ik verkoop het ook nog steeds in mijn webshop. Help even mee. Ja, ik pak je jas. Ja, man met snor. Oh yeah. Hey, maar dit is handig. Want? Want kijk, wij hebben nu zo'n kaars. We hebben nu deze. Oh, dat is precies hetzelfde formaat. Ja, en die kunnen we dan wegflikkeren. En dan kunnen we dat hier neerzetten. Kijk, en wij hebben normaal hebben wij hier een talkshow ding, weet je wel? Heb je gezien toch? Ja, ja, ja. Nou, dan hebben we prima 2 kaarsjes dat we kunnen gebruiken. Oh yeah. Geweldig. Dus ik dacht, dat vind je vast wel leuk. Dankjewel, man. Alsjeblieft, bro. Zo neem ik altijd weer wat voor je mee. Ja. Die heb je natuurlijk niet meegenomen, hè? Oh mijn god, die heeft hij niet meegenomen. Ik zei tegen D,
van Dave, ik moet niet vergeten om vaccinelichtjes erbij te doen, want dat is wel leuk. En toen zei Dave van, nou, als je ooit zoiets gaat geven aan iemand, dan doe je nooit vaccinelichtjes erbij. Dat doe je niet, dat hoort niet zo. Aanmaakblokjes erin. Ga je erop barbecuen. Het zou droog zijn. Anyways, ik ga er weer vandoor. En straks weer een nieuw avontuur. En dan met Dave. Oh, weer op de nek? Nee, grap. Doe maar. Hey! Holy shit. Maar deze keer wil ik hier ook lopen. Hoezo, maar ik kan het niet vasthouden. Hou jij hem anders vast? Ja, we zitten. Ja? Ja, oh. Weer los. Oh. Oké, ik ga iets omhoog. Om je goed op mijn schouders te doen. Ja, maar ik zit niet goed. 2. Kjonk! Oh, je zit goed. Ja, ik zit goed. Oké, ja, en maar nu? Ik heb het gevoel dat ik mijn hoofd zo... Oh nee, kijk, ik kan het plafond raken. Oh, dit is voor het eerst dat ik een plafond raak. Oh, we rollen de eerste keer in je huis. Ja, hier heb je een touwtje. Happen naar Pijnburg. Oké, ik ga er vandoor. Later. Nee. Ik heb gewoon de airco op standje 3 op z'n allerkoudst. Want dames en heren, wat is het prachtig weer vandaag. Dat is echt ongelooflijk mooi meegenomen. En ik kom weer een nummer tegen die echt super nice is. Ja. Ik kwam je even een kusje geven. Die honden zijn heerlijk aan het spelen buiten. Wij, dames en heren, gaan eventjes naar de winkel die mij de tv met de tv-meubel heeft verkocht. Ja. Want er klopt iets niet. En dat is wel duidelijk, dat weten jullie onderhand ook wel. Ik zou, want ik heb volgens mij nog helemaal niks over verteld, maar ik had dus een meneer aan de telefoon en die zei ja, als het goed is kan je daar een opzetstukje bij krijgen. Die wil ik jou opsturen, gratis. Nou, dankjewel, goede service. Dat meen ik oprecht. Alleen, hij wist niet zeker of dat wel het goede opzetstukje was. Dus hij zei, weet je wat ik ga doen? Ik ga jou later terugbellen. Hoe laat komt het jou uit? Ik zeg, nou, bel mij om 1 uur maar terug. Het is ondertussen 3:05 en ik heb nog steeds niks gehoord. Dus dat is dan weer jammer. Dus ik dacht, weet je wat, we gaan gewoon even langs de winkel. Dan ga ik de meneer aanspreken, want ik heb eerder de klantenservice gesproken, niet de meneer die het mij heeft verkocht. Want dat was niet nodig. Dus ik ga nu even de meneer aanspreken die mij die beugel met tv in combinatie heeft verkocht. En dan ga ik vragen van, hey, wat gaan we nu precies doen? Dus wij gaan even dat regelen. Ik ben in de winkel en ik word op dit moment geholpen. En meneer zegt dat het inderdaad niet netjes is. Dus nu is het heel even wachten. Dan ben ik heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren. En jullie misschien ook. En dan hoop ik, want daar gaat het om, dat ik de beugel niet meer van de muur hoef af te halen. Nog even spannend. Oh mijn god, tot mijn verbazing. En dan serieus. Oh. Wow, dat apparaat maakte echt heel erg veel lawaai. Maar serieus, tot mijn verbazing ben ik echt super goed geholpen. En waarom tot mijn verbazing? Omdat meestal het niet helemaal goed gaat. Want dan kunnen ze ook niet meer de persoon terugvinden die ik aan de telefoon heb gehad. En dan komt het niet geloof. Of ze durven niet toe te geven, hè? Ze kunnen niet over hun trots heen stappen. Dus gelukkig nu bij deze is alles toegegeven. En zeiden ze van ja, dit had gewoon niet mogen gebeuren. En je hebt helemaal gelijk. Dus wij gaan jou een nieuwe opzetbeugel. Hallo. We gaan je een nieuwe opzetbeugel geven. Nou, die heeft D nu in haar handen. Laat hem zien. Oh yeah. En ze hebben gezegd, weet je wat? Die kan je meenemen. Die plak je op de beugel. En dan past de schroef er wel in. En is het probleem opgelost. Wij gaan de klantenservice bellen. Wij gaan vragen van, hey, waarom is die jongen niet teruggebeld? Wat wel had gemoeten. Ze hebben hun excuses aangeboden. En de parkeerplaats hier wordt nu voor ons betaald. Supergoede service. Ja, en we hebben een e-mailadres gekregen zodat we niet meer via die rare klantenservice hoeven als er iets is. Inderdaad, dus dan kunnen we het bedrijf sneller contacteren, want dat was nogal moeilijk. Dus alle... Contacteren zegt die meneer. Ja, ik weet niet waarom. Dus al met al, we zijn supergoed geholpen. Dikke shout-out naar Erik, dankjewel. En wij gaan nu tevreden niet naar huis, naar Overvecht. Want wij gaan een ijsje halen. Ja, ja, ijsje. Woehoe! Wij hebben gewoon een soft ijsje met spikkels te pakken. Ja. Spikkels. Nee, echt een dikke spikkels. Zo lekker. Ik heb het al zo lang niet gehad. Dus dat... Zo, dat waren een paar spikkels in mijn keel. Dat ik dacht, ik doe weer een keertje spikkels op mijn ijsje. Fucking lekker. Van wat voor ijsje houden jullie? Ik hou heel erg van een soft ijsje. Alleen, ik hou niet echt van de hoorn. Ik wel. Super stom. Oh, sommige. Mag ik mijn hoorn straks aan jou geven dan? Alleen als er nog een beetje ijs in zit. Nee, de ijs vind ik lekker. De hoorn mag jij hebben.
Ik vind chocoladeijs lekker en mokka-ijs. Chocoladeijs zit in jouw familie, want Quinn, jongen. Aardbeien-ijs vind ik ook lekker. En Quinn die eet zo'n hele bak chocoladeijs zonder grap helemaal op. Wat is jullie lievelingsijs? Valt hij niet eruit? Nee. Laat het weten in de reactie hier beneden. Ik heb nog mijn lievelingsijsjes. Nog meer? Ook bonbon-ijs, dat heb je in Spanje. En Oreo-ijs is ook lekker. En ik heb eigenlijk te veel. Veel te veel om op te noemen. Laat jullie lijst maar weten, ja? Ik heb de belangrijkste vergeten, smurfijs. Oh my god. Deze zegt in één keer, opnieuw, doe de camera. Oh, ik moet wat zeggen. Smurfijs. Ik moet wel toegeven dat die echt super lekker is. Ik hoef jouw hoortje niet. Dit hoortje is niet lekker. Ik heb twee loslopende lampjes. Bumper, pak hem maar. Bumper, pak hem. Yo, mijn naam is Enzo Knol en ik heb iets besteld. Dat komt nu in huis en dat is wel geteld. Aha, ja, het ruimt. Ik weet niet waar het op slaat. Ik heb hier, en je kan het maar een klein beetje zien, een kartonnen blok liggen. Yes, en dat heb ik altijd al willen hebben. Altijd al willen hebben, inderdaad. Het is een of andere mooie schoenenrek. Nu willen jullie natuurlijk allemaal weten, wow, Enzo, hoe ziet dat eruit? Dat wil ik ook weten. Dus ik ga hem even snel in elkaar flansen. Hoppakee. A few moments later. Dat heeft niet heel erg veel tijd gekost. Voor de allereerste keer dat ik iets in elkaar zet. En dat is eigenlijk vrij logisch, want het was gewoon heel erg simpel. Ik zal hem even op het bed zetten, dan kan je misschien iets beter zien. Dit is het schoenenrek. Eigenlijk heel erg simpel. Je kan hier onder je beneden je schoenen neerzetten. Je kan hier boven je schoenen opzetten. En vind jij mooi? Prachtig. Nou, prachtig. Dat bedoel ik. Hoppakee. Dus ik pak een beet. Ik zet hem heel even tijdelijk. Ah, zo. Je kan hem nu geen eens zien. Je kan hem gewoon, heel klein beetje. Ja, anyways, dat wilde ik nog even in elkaar zetten voordat ik ging slapen. Ja, slapen. Ik ga nu lekker mijn bed induiken. Deetje gaat nog even leren voor een tentamen. Ik ga nog even op de laptop. Maar ik ga alvast de vlog afsluiten. Ik wil jullie allemaal ontzettend erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vonden jullie hem tof. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog achter te laten. Vergeet ook niet even te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En hopelijk check ik jullie morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, peace. Knol Power.